meisjes en jongens enthousiast te maken voor voeding. En dat gaat op zich heel goed, maar het kan nog vele malen beter. En dat is ook een van de redenen waarom jullie vandaag hier aanwezig zijn. En wat ik ze dan vaak meegeef, dat heb ik net ook al gedaan, is voeding is zo divers. En we eten elke dag, we drinken elke dag en dat is voeding. En in dat geval bij ons is het kruidenspecerijen. En wat is er dan mooier als je leuke dingen gaat ontwikkelen, leuke dingen gaat produceren. En uiteindelijk dan ook een soort geboorte van een product mee gaat maken. Dat soort enthousiasme, deze energie probeer ik dan aan de jongens en meisjes mee te geven. En dan krijg je toch gelijk weer vragen van, ja, maar ja, dan moet ik de hele dag kruiden afwegen. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet, ik weet helemaal niet of ik dat leuk ga vinden. Ik zeg, nee, dat hoeft misschien helemaal niet. Want als de bedrijven een vuist maken en straks een mooie plan gemaakt wordt qua opleiding, dan kan het wel zo zijn dat jullie de mogelijkheid wordt geboden om bij meerdere bedrijven stages te lopen, je ideeën opdoen en je dan uiteindelijk een richting kunt kiezen. Er zijn zoveel functies binnen voed en ik probeer iedere keer mee te geven, je bent niet de hele dag achter een machine bezig. Je kunt het zo mooi maken als je zelf wilt. Uit de cijfers heb ik net gehoord dat juist ook in deze regio zeg maar, er zelfs nog groei was, terwijl er in heel Nederland bijna geen economische groei was. Dus dat laat juist zien dat je in de voedsel ook in die zin een beroep kan vinden, wat ook heel erg divers zal zijn met al die dingen die erbij horen, logistiek, verpakkingen enzovoort, gezondheid tegenwoordig ook heel erg, maar dus ook een heel erg toekomstvaste baan, zeg maar, met al die verschillende elementen kan vinden en dat vind ik ook wel belangrijk. Ja. Wat kan we eigenlijk doen vanmorgen in Nijmegen? Ik kwam hier kijken en luisteren naar een prachtig initiatief, de Food Academy Nijkerk, die hier door een aantal ondernemers, maar ook samen met het onderwijs, samen met gemeente, eigenlijk al volgens mij is opgezet, ja. Maar het moet nog helemaal ten uitvoering worden gebracht, maar een prachtig idee, wat ook al heel ver in ontwikkeling is. Maar waarom is dan zo'n goed idee? Het is een goed idee omdat we zien dat mensen in het onderwijs eigenlijk altijd breed en algemeen worden opgeleid. En dat een sector zoals hier heel veel voorkomt, de foodsector, vraagt om specifieke eisen en kennis ook. Vaak ook heel erg verbonden met techniek in deze tijd. En dat vraagt om speciale opleidingen, die worden op school niet gegeven. En daardoor kennen ook leerlingen in het onderwijs heel slecht dat het zo'n prachtige sector is om te werken. Ja. Ze wonen hier wel. Het is een heel veel food valley. Dus het lijkt mij ook heel mooi als we juist mensen die hier in deze regio wonen ook enthousiast kunnen maken om te gaan werken in de foodsector. Is er dan ook nog een rol weggelegd voor de provincie? Wat je tegenwoordig natuurlijk heel veel ziet, dat is dat als het gaat om economie in de volle breedte en een goed vestigingsklimaat, dat wij ons daar als provincie voor verantwoordelijk voelen. En met een goed vestigingsklimaat heeft het ook mee te maken dat je in je eigen regio natuurlijk ook voldoende werknemers kunt vinden, want anders kun je die producten niet maken. Dus ja, dat heeft wel ook met waar wij verantwoordelijk voor zijn te maken, want wij zijn verantwoordelijk voor een goede regionale economie. En Food Valley en de foodsector is voor Gelderland van heel groot belang. Maar het betekent tegelijkertijd ook dat u voor deze Food Academy Nijkerk geen aparte maatregelen of fondsen beschikbaar hoeft te stellen. Zo wil ik het niet specifiek zeggen. We hebben juist de Food Valley is een specifieke gebiedsopgave voor ons als Gelderland. En dat betekent dat ook juist de onderwijs-arbeidsmarkt daar een onderdeel van is en dat daar als het gaat om geld, ook gelden waarschijnlijk beschikbaar zullen zijn, maar dan moet je ook altijd eerst een goed plan hebben. En volgens mij is dit plan al wel breed gedeeld, ook binnen de foodsector, maar moet het nou ook in de regionale food valley zeg maar besproken worden. En bij ons, bij de provincie, bij de gebiedsopgave food valley. En volgens mij kunnen we dan heel eind komen.